Many heroines and heroes are fighting for human rights. Everywhere in our world, those heroes do dare to fight. Their struggle is for their people, for their dignity, and for their rights. Yes, they struggle for their people, for their dignity, and for their rights. Het is helemaal niet vanzelfsprekend, mensenrechten. Voor ons wel. Voor ons lijkt het soms een natuurproduct. Alsof het vanzelfsprekend is dat mensenrechten gerespecteerd worden. In heel veel landen is dat niet zo. En kost het ook heel veel moeite en is het zelfs ook gevaarlijk om mensenrechten te verdedigen. En om mensen te verdedigen die opkomen voor mensenrechten. Dat zijn de Havels en Mandela's van de toekomst. Hè? En mensen die heel kleinschalig bezig zijn met grote impact. Hè? Mensen lopen gevaar. We zien in de laatste 20 jaar eigenlijk dat de ruimte voor het werk van mensenrechtenverdedigers steeds kleiner wordt. Als gevolg komen mensenrechtenverdedigers in de problemen en moeten ze soms ook vertrekken. Maar wij proberen deze mensenrechtenverdedigers te helpen om dan een tijdelijke veilige plek te vinden. Er was een symposium in Den Haag. Daar ben ik toen in die tijd door de gemeente Nijmegen gevraagd om daar naartoe te gaan. En er waren een aantal organisaties, mensenrechtenorganisaties, ook steden die aanwezig waren. En er werd over vermoedelijk Shelter City gesproken. Wat zou je kunnen doen en hoe zou je zo'n veilige plek voor mensenrechtenverdedigers, hoe zou je die kunnen bouwen, opzetten? En toen hebben we besloten om te gaan samenwerken met steden en lokale partners, lokale organisaties in steden. Kijk, Nijmegen is van oudsher een zeer geëngageerde stad. Het Nijmeegse stadsbestuur kijkt naar de geweldige actie van Nijmegen in 2015 om duizenden vluchtelingen en hun soort op te vangen. Als je aan deze kant kijkt naar de onderkant van de Waalbrug, dan zie je gewoon Nijmegen gastvrij. En ergens anders zie je de tekst, niemand is illegaal en zo. Het zijn belangrijke dingen. Een cultuur waar een universiteit in de stad ertoe heeft geleid dat er heel veel aandacht is voor emancipatie. Voor minderheden, voor kwetsbare groepen. De naam Havana aan de Waal, die we als een soort van geuzennaam dragen en er trots op zijn dat Nijmegen een sociale stad is. Het is denk ik heel belangrijk om ook voor de internationale solidariteit eigenlijk, dus Nijmegen laat zien, wij denken niet alleen aan onszelf, maar wij bekommeren ons ook om de hele wereld. We bouwen natuurlijk daardoor ook een internationaal netwerk op. Rob Jetten, in die tijd fractievoorzitter van D66, was de initiatiefnemer in Nijmegen. Ik ben een aantal jaar geleden, ik denk zo'n 7 jaar geleden, benaderd door Marietje Schaken. Zij was toen lid van het Europees Parlement namens D66. En ze had op een aantal plekken in Europa gezien dat steden daar heel gericht mensenrechtenverdedigers van buiten Europa opvingen. Niet alleen om daar tijdelijk onderdak te krijgen, maar ook echt een programma opzetten om mensen te helpen. Bijvoorbeeld het had opleidingen, wat coaching, zodat die mensenrechtenverdedigers in hun eigen land nog beter hun werk konden doen. Ons initiatief in het algemeen wordt gefinancierd uit een aantal bronnen. De reis, de selectie, zorgen dat die mensenrechtenverdediger op een veilige manier hier komt en ook daarna weer teruggaat. De analyse die daarachter zit en ook daarna het volgen nog van de mensenrechtenverdediger als er iets is. Dat zijn dingen die gefinancierd worden door Justice and Peace en wij hebben een aantal financiers, waaronder het ministerie van Buitenlandse Zaken. En die ons ruimhartig steunt. En op die manier kunnen we ook zoveel betekenen. Dan kunnen we dat op een goede manier doen. Het is wel ook zo dat er natuurlijk meer kosten zijn, maar de lokale kosten zijn. En die kosten die worden gedekt door de stad. Steden zoals Den Haag, Maastricht en Middelburg waren gewoon Nijmegen voor. Want in Nijmegen, zoals ook gebruikelijk, ook bij Nijmegen gehoord, was voorafgaande debatten gegaan. Ik heb veel gesprekken gevoerd met leden van de gemeenteraad, met burgemeester Bruls, die dat natuurlijk ook voor een deel moest faciliteren. En het past goed bij het sociale karakter van de stad. Dus er is toen een initiatiefvoorstel gedaan in de raad, was er een meerderheid om Nijmegen Shelter City te maken. Dus sinds 2014 zijn we dat dan ook. Ik vind het een heel geslaagd project, juist omdat het aan de hand van hele dappere mannen of vrouwen, waar ook ter wereld, op heel verschillende thema's, laat zien dat er heel veel mis is in deze wereld. Maar dat er ook wel de nodige hoop is omdat er steeds mensen blijven inzetten. En als wij een klein steentje kunnen bijdragen door een aantal van die mensenrechtenstrijders een paar maanden
echt letterlijk op adem te laten komen in onze mooie stad. Wat dingen laten bijspijkeren, nieuwe netwerk op te bouwen, misschien iets te organiseren. Wat ze, als ze weer teruggaan naar hun land, want ze gaan allemaal weer terug hè, naar hun land, om het weer op te pakken. Nou, dan vind ik dat een mooie, hoe bescheiden die bijdrage ook is van onze stad. Nadat het initiatiefvoorstel was aangenomen, kon er dus een organisatie gezocht worden die uitvoering kon geven hieraan. Ik vind het ook belangrijk dat we het Shelter City programma laten uitvoeren door een maatschappelijke organisatie. Je kunt dat niet als gemeente zelf doen. En je moet dat ook niet laten doen door een ministerie dat hier in Den Haag zit. Het succes van het programma is de persoonlijke benadering. Uiteindelijk in contact gekomen ook met Kader Shafiq, die de handschoen wilde oppakken om in Nijmegen ook het Shelter City programma te trekken. Nijmegen wilde gewoon als pilot Shelter City zijn en te kijken wat heeft voor effecten zo'n project voor de stad. Kader had er nog niet Bureau Weiland opgericht. Dus op het moment dat het gemeentebestuur een subsidie wenste te verlenen voor het project Shelter City, was daar eigenlijk een huis voor nodig waar dat geld naartoe kon en waar Kader vanuit kon werken. Dus we hebben toen een constructie bedacht dat Kader bij ons op de loonlijst kwam. Kon beschikken over alle faciliteiten die wij hebben. En wij zijn toen een traject met elkaar ingegaan dat wij aan alle kanten probeerden zijn inspanningen en ook de zorg voor de activisten om dat mogelijk te maken. Een mooi voorbeeld vind ik wel onze onderhoudsploeg, die iedere keer als er een nieuwe activist kwam, uitrukte met de autootjes en een fletje wat beschikbaar kwam, ging sausen, de IT regelde, de tapijten ging regelen. GroenLinks Nijmegen had een bijeenkomst georganiseerd. En daar was iemand van Shelter City bij. Ik zag daar een Afrikaanse meneer staan, die stond in een hoekje. En alle GroenLinksers waren met elkaar aan het kletsen en niemand praatte met hem. Ik praat met hem en hij bleek Placide Ntole te heten en uit Congo te komen. Toen kwam Kader erbij en die kende ik ook van andere dingen. Ik zei, hey Jan, leuk dat je hier bent, ik heb je nodig. Ik zei, dat is goed. Placide was toen de eerste Shelter City gast. En toen was hij daar zo enthousiast voor geworden, ook omdat hij vanuit zijn werk altijd met mensenrechten bezig was geweest. En hij zei, dat is een prachtig project. Nou, ja. En daar kon ik helemaal in meegaan. In our town, we had Placide, we had Lydia en Kiruba. Miriam en Zafar, meet had Mary en Mary en Dina. Placide uit Oost-Congo kwam en die zette zich in voor vrouwen en kinderen die machteloos waren en die slachtoffer werden van seksueel geweld en andere soorten geweld. Waarbij de overheid in Congo van mening was dat dit soort incidenten nooit had plaatsgevonden. Waardoor de kinderen geen paspoort kregen, niet konden reizen, niet het land uit konden. J'ai eu l'avantage d'être le premier invité dans le programme Shelter City. J'ai été accueilli dans la ville de Nijmegen pendant trois mois. Là, nous sommes en 2015. Je me rappelle des différentes rencontres que j'ai tenues, des conférences, une dizaine même, avec les partis politiques de toutes tendances confondues, avec les organisations des droits de l'homme, des défenses des droits de l'homme, des collègues défenseurs des droits de l'homme, je les ai rencontrés. Et au cours de ces conférences, on a parlé par rapport à la situation de mon pays, au combat en faveur des droits de l'homme que je mène. Ja, Placide is een ongelooflijk outgoing persoon die heel veel contact heeft gekregen. Ook nu nog steeds contact heeft met een aantal van de studenten die ik had toen. Et par là, ce sont des gens qui sont devenus mes amis, même jusqu'à présent. On s'écrit tout le temps, ils m'encouragent dans mon travail. Et parmi les bons souvenirs de ces personnes-là, je cite les numéro 1 de la ville de Nijmegen, mon ami Hubert Bruls, de qui je reçois beaucoup d'encouragement pour mon travail. Placide die bleek heel erg vanuit de jongeren de verandering te willen brengen. En ik werkte toen nog bij de Nationale Jeugdraad. Zei, nou, volgens mij kan ik gewoon jou meenemen naar mijn werk. En er waren ook jonge vrijwilligers die met hem in gesprek konden gaan over hoe hij die beweging van onderop zou kunnen stimuleren. Nou, dat maakt dat het ook persoonlijke ontmoetingen zijn, want het gaat er ook over vragen als hoe ziet je leven eruit, dat ik dan uitlegde dat je
ik bijvoorbeeld niet getrouwd ben, maar wel heel lang samen. Dat was dan echt zo, oh, hoe kan je op die leeftijd nog een soort ongebonden vrouw zijn? En second lieu, c'est le souvenir de mon passage à la Cour pénale internationale, où j'ai suivi beaucoup de formations sur le fonctionnement de cette juridiction de portée internationale. Hij is later een keer terug geweest, heeft verteld van hoe gaat mijn leven nou en is in een ander vaarwater geraakt. Hij is meer een bedrijf voor zichzelf begonnen, iets verder weg van de mensenrechten. En dat is dan van de ene kant lastig, want ja, daarvoor was het eigenlijk niet bedoeld. En van de andere kant snap je het ook. Het laat ook heel erg goed zien hoe risicovol het is om door te gaan als mensenrechtenactivist. L'endroit qui m'a beaucoup plu à Nimeg, et je n'hésitais pas en tout cas d'y aller pour me reposer et réfléchir un peu à la fin d'une journée très surchargée, c'était à la rivière, à côté de la rivière. Et là, j'étais en train de regarder le trafic des bateaux tout le temps et ça me détendait, ça me donnait des idées. Zijn zoon die pas geboren is, heeft hij Jan genoemd. Ik heet ook Jan en dat is niet toevallig. Dus de waardering over en weer die bestaat echt. Lydia Mukami uit Kenia. Zij vocht voor landrechten van haar eigen volk, die in het land werd ingepikt door politici. En zij werd ook vervolgd. Ze was ontzettend, wat zal ik zeggen, strijdbaar. Dat is zo zwaar en ze wordt zo vaak bedreigd, dus dat laat ze ook weten. The National Education Manager personally has called me in the past, threatening to do anything possible to make sure that we do not destabilize the board. His vice chair also came to me and then he was telling me that Mukami, you will die like a vulture in the wilderness. And he was saying this is not just a threat. We have the machinery and the ability to do just that. Ze is in elkaar geslagen door bendes. Haar huis is leeggehaald. Haar familie is bedreigd geworden. En Lydia was een van de gasten die we hadden, die geen cent had. En die ook geen hoge opleiding had. En ook geen bijzondere status. Dat maakte haar heel kwetsbaar. At one time our small family house was touched. I personally went a recent abduction. Het was very, very bad. Wat ik eigenlijk bij de vrouwen allemaal gemerkt heb, dat die zich onveiliger voelen in het begin dan de mannen. Kijk, als dan bijvoorbeeld Lydia vraagt, ga jij met mij mee naar de dokter? Lydia is hier thuis geweest, daar hebben we stamppot de hutspot mee gegeten. Nou, dat was bijzonder om dat te doen. En je merkt ook dat zij wel meteen ervaren, oh, you're my friend. En dat je denkt, oh ja, dat is ook wel ingewikkeld. Dat ze dat meteen, dat ze ook hopen dat jij voor de langere termijn bij hun leven betrokken kan zijn. Maar dat lukt niet altijd. Toen ze terugging, het was heel moedig van haar dat ze terugging, ging die vervolging gewoon weer door. En ik heb op een gegeven moment een fundraising campagne opgezet, een soort how you call it, crowdfunding, om haar project te steunen. En dat is redelijk gelukt. En daar hadden we Mariam die zich inzette voor de positie van jonge LGBT mensen. Uit Georgië. Daar heb ik niet zoveel contact mee gehad. Die ging de eigen weg op haar eigen manier en dat was ook goed. Ik heb niet heel veel heel veel interactie gehad met Mariams. Als je nu ook weer hoort hoe daar toch homo's en lesbiennes ontzettend onder druk moeten staan, hoe gevaarlijk het daar voor hun is, hè? Ja, dan hoop ik zo voor haar dat het nog steeds, dat het goed gaat. Zafar uit Pakistan, Zafar Karimi, die had het heel moeilijk. Want hij was na een lange zwerftocht door Pakistan naar Afghanistan bij Shelter City terechtgekomen. Hij was een hele goede journalist die systematisch mensenrechten schendingen door de overheid in zijn krant tentoonspreidde. Talentvolle journalist die geen blad voor zijn mond nam en hij kaartte de problemen van de minderheden aan. Hij was ook zo
gretig in het leren. Hij begon met Nederlands. Hij was nieuwsgierig. En heel sociaal. Heel bijzonder iemand ook. Hij stond natuurlijk onder ongelooflijk veel spanning. En gewoon heel integer zijn taakopvatting en heel erg dapper. En dat had natuurlijk consequenties. I been in prison in Pakistan. I had kidnapped by Pakistani military. When I came to Tunai Mehan in Shelter City is a guest up Shelter City program. So I had completely broken. Zijn vader en zijn broer hebben hem gewaarschuwd: kom niet terug, want ze maken je dood. Zijn scherpschutters op zoek naar jou. Hij kon niet terug. Dan kregen ze het probleem: wat doen we dan? Wij willen mensenrechtenverdedigers helpen die onder de moeilijkste omstandigheden werk doen. Die bedreigd worden vaak en die op die manier heel moeilijk maar belangrijk werk doen. We willen heel graag dat we hen een tijdelijke veilige plek bieden, maar dat we hen ook vooral een perspectief voor de toekomst bieden. Volgens mij is het wel zo dat de selectie van kandidaten voor het Shelter City programma wel heel erg gericht is op het helpen van mensen die even tijdelijk naar Nederland willen komen. En het is niet een makkelijke route, zeg maar, om je reguliere asielsysteem te ontwijken. De bedoeling is dat mensen gewoon na 3 maanden weer teruggaan naar hun eigen land en daar doorgaan. Maar als dat echt niet kan, dan kan je mensen dat toch niet de dood in jagen of de gevangenis in, vind ik niet. Maar toen wij bij de Europese Commissie waren, spraken daar de functionaris die over Zuidoost-Azië gaat. En die functionaris zei, hij mag absoluut niet teruggaan. Safar heeft asiel aangevraagd, daar hebben we ook bij geholpen. We hebben toen ook iets van wrijving gehad met het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat is een van de mede-eigenaars van het project. Die dus zeiden, ja maar, Shelter City mag geen short run zijn naar asiel. Ik persoonlijk, omdat ik zelf als vluchteling ooit naar Nederland ben gekomen, mijn advies is aan iedereen, zolang je kunt, moet je niet vluchten. Op het moment dat je asiel aanvraagt, op dat moment verander je van iemand naar niemand. Want dan kom je in die asielmolen terecht en dan forget it. Je invloed, je strijd, je werk, dan moet je gewoon alles vergeten. Dat is eigenlijk ook gewoon alleen maar heel, heel tragisch, maar soms is het zo. Safar is heel goed terechtgekomen, dus zijn gezin is nu ook hier, dus dat is gewoon heel erg fijn. Through this program I got courage back and I learned how to live. And now I am very happy. I got courage because of the Shelter City program. Shelter City program saved my life. And now I become able to restart my work as a journalist. And now I am working with Radio Free Europe, Radio Liberty, as an international broadcaster.